Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video die ik opneem deze keer vanuit mijn zetel met het prachtige zicht op de bomen, de natuur en de fantastische wolken tegenwoordig. En het is een stukje daarover dat deze video eigenlijk gaat. Dus voor degenen die wat de maanstanden en zo volgen, die gaan weten dat vandaag volle maan is. Nu, het is volle maan in een vuurteken. Plus, wat is er aan de hand? Het staat in een bepaalde conjunctie met Mars. Mars is de planeet van de mannelijke energie, van actie, van oorlog ook. Maar dus die hele vurige energie. Dus in combinatie dan met de andere planeten, waaronder Chiron, de planeet van de gewone healer, zoals dat we zeggen, zorgt dat ervoor dat er nu heel veel mensen zijn, en ik merk het aan de mensen die bij mij in trajecten zijn, aan de mensen uit mijn omgeving, dat er heel veel mensen zijn die vastlopen. Heel veel mensen die ook heel veel fysieke klachten hebben, die zich plots super ziek voelen of moe voelen, heel emotioneel zijn, echt niet goed in hun vel zitten, diep ongelukkig zijn. Meer nog, mensen die al enkele jaren zelfs bezig zijn op het plat van healing en hun zielsontwikkeling, die nu plots weer geconfronteerd worden met wonden en schaduwen van een ganse tijd geleden, waarvan dat ze gedacht hadden van ja, ik had het toch aangekeken, ik heb dat toch geheeld, Lindsay, dat was toch geneutraliseerd, ja. Maar wat gebeurt er nu? Dus de constellatie nu tussen onder andere Chiron, de maan, die verbonden is met emoties, en het feit dat het volle maan is, dus het geeft nog veel meer kracht natuurlijk op onze emoties. Want zoals mijn zoon zei, we bestaan uit zoveel water. En ik zei ja, inderdaad, en dan trekt de maan aan ons water. En dan beginnen we weer. En dat is allemaal oké. Maar let dus op in de dingen die je gaat gaan zeggen. Langs de andere kant, dit is ook de ideale periode om die leap of faith te nemen. Om echt die sprong in het onbekende te maken. Om dingen anders te gaan doen, om echt met jezelf te gaan zitten. Net zoals ik hier nu doe, met mijn tas koffie. Om te gaan voelen van, oké, waar sta ik nu in mijn leven? Welke dingen in mijn leven zijn nog niet volledig zoals ik het echt zou willen? Of die volledig afgestemd zijn op mijn ziel? Welk leven zou ik willen gaan vormgeven? En doe dan datgene dat nodig is. Zet dan de eerste stap. Vraag aan je team, de begeleiding daarin. Om te weten wat dat het volgende is om dan te gaan doen. En zo ga je merken dat je dan eigenlijk niet meer zoveel last hebt van al de dingen die nu nog gaan komen. Je weet van tussen nu nog en eind maart, dus laten we zeggen begin april, dan gaan we nog in die universele trechter geduwd worden als we er nog niet doorheen gegaan zijn, of als er nog stukken zijn die nog doorheen die sorteermachine moeten gebeuren. Mensen gaan de aarde nog verlaten, zeker nu nog de komende 2-3 jaar ga je zien dat heel veel mensen plots te komen overlijden, zowel jonge mensen, maar ook oudere mensen. En dat gaat niet zozeer over de leeftijd dat ze hebben, maar wel over waar ze staan als de ziel. En dat is hetgeen dat we ook het over hadden in ons groepsessie van het traject zelfrealisatie, dus het traject met de vlammen. Vorige dinsdag dat heel veel jonge kinderen zijn hele wijze oude zielen. Dus dat betekent ook dat de manier waarop dat wij, onze generatie en ouder, opgevoed zijn, dat dat eigenlijk niet meer werkt bij die kinderen. Integendeel, je stoot op heel veel weerstand, heel veel spiegeling naar ons toe ook. Dus moet je de andere manieren, andere technieken, zou ik bijna noemen, maar het zijn geen technieken, moet je echt vanuit energie je leven gaan vormgeven. En dat is hetgeen wat ik eigenlijk aan iedereen die met mij samenwerkt leer. Om eerst te ontdekken wat dat betekent om met energie te zijn hier in de fysieke incarnatie. En twee, om dan eigenlijk vanuit jouw energie alles te manifesteren wat je wilt. Zodanig dat je net zoals mij, als je dat wenst natuurlijk, je leven kan vormgeven als een spiritueel ondernemer, zijnde dat je van dienst kan zijn, dat je een paar uurtjes op een dag werkt en de andere uren bezig bent met dingen die je leuk vindt, met je gezin, zoals ik bijvoorbeeld gaan paardrijden of gaan wandelen of wat dat ook maar is, boeken lezen maakt niet uit. Maar dat is het belangrijkste, maar dat is hier ook hetgeen waar de tweelingvlammen ook kunnen komen tonen.
En dat is hetgeen wat je ook leert in de connectie, in de reis van een tweelingvlam. Altijd eerst vanuit energie. En vanuit de energie, vanuit het hogere, kan je dan dingen aantrekken en neerzetten. En realiseren, gaan ervaren hier in de 3D, in de realiteit. Dus neem zeker vandaag de rust, de tijd om naar binnen te gaan, om bij jezelf te zitten. En morgen eventueel ook nog, als je zelfs merkt dat je fysieke klachten hebt, neem de tijd en de ruimte, luister naar je lijf. Je lijf gaat je altijd vertellen waar dat je ergens staat, waar ben je in afstemming, ben je niet in afstemming. En leer die signalen van je lichaam op een goede manier te gaan ontrafelen, ontcijferen, te begrijpen. En net zoals je een nieuwe taal leert, dan weet je ook niet altijd goed wat dat wil zeggen. Maar neem de tijd om het te leren, om jezelf te leren kennen en om de tool dat je hebt, je fysieke lichaam, om dat te gaan gebruiken. Om te weten waar je ergens zit op jouw energetische balans. Omdat je, of dat je op het pad van je ziel zit of niet. Zo, ik ben even aan het denken of ik nog iets moet zeggen. Nee, dat is mijn poes. Ik denk dat dit het belangrijkste is. Ik ga binnenkort nog een video maken rond astraal reizen. En nog iets rond de... hoe zou ik het noemen? Rond de fase van de evolutie van de wereld, van de aarde, waar we nu in zijn. En de impact eigenlijk op ons als individu. Dat komt er nog aan. Ik weet niet wanneer, want zoals je weet werk ik in flow. Werk ik in waarin dat ik toegeleid word om op de juiste tijdstippen te delen. Ik denk een reading dat er binnenkort ook nog eens aankomt, specifiek gericht voor de mannelijke en de vrouwelijke energieën. Maar ook daarin zul je wel zien wanneer het online komt. Mocht je dat willen en niet willen missen, liever, dan kun je natuurlijk abonneren, like geven. Want dat helpt ook om veel meer mensen te gaan bereiken. Want uiteindelijk is dat ook de manier waarop dat we deze aarde, deze nieuwe aarde, vormgeven. Niet vanuit kritiek en vanuit frustraties met de structuren, maar van binnenuit. Generatie per generatie. Maar dat ga ik in de volgende video's uitleggen. Ik wens je alvast een fantastische dag. Geniet van deze volle maandag. Maar let op met je woorden. Ik zou zeggen, slik de snootzit. En als je niet vanuit liefde kan antwoorden, dan is het beter dat je gewoon zwijgt. Zo, dat was het voor nu. Love you all en tot in de volgende video.